Maar de plantjes hoe staan, die is vandaag 3 keer naar beneden gekomen. Ja, en ik zie een luchtbel. En die gaat omhoog. Zo. Daar krult hij nog om. Mijn wijn. Ja, ik ben al een paar weken op zoek naar mijn eigen wijn, maar daar maak ik al een hele andere wijn de vorige keer. Maar ik heb nou maar in een kartonnen pak. Normaal gaat wijn naar kartons maken, maar er staat hier ook geen alcoholpercentage op. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, het is al reeds hartstikke laat. En ik moet mijn computer nog even verder doen. Dan kan ik tenminste zien hoe laat het is. Het is 11 minuten over 5. Ja, en ik ga even de meisjes uitlaten. En dan ga ik eventjes naar de Voma. Om sowieso even een normale koffie te halen. Want van Zonnatura is voor mij niet te drinken. En niet alleen nog voor mij. Willy moet het ook al niet. Ik vind het niet lekker. Nee. Echt goor. Dus ik ga dan DE nemen. Daar zit ook geen kikkertje op. En ja, we zullen het beleven. Ik had goudmerk, maar die pot die had ik gratis. Dus ik moet even kijken welke goedkoop is. Ja, goedkoper dan goedkoop kom ik niet meer. Want die anderen hebben kikkertjes. Nou, die moet ik niet. Ik moet geen kikkertjes. Nee, absoluut niet. Geen kikkertje op mijn producten. Ja, oké, er staan 2 producten. Maar die 2 producten zijn niet van mij. Eentje is van Mario en eentje is van Mary. Dus ja, daar kan ik niks aan doen. Het staat wel bij mij in het kastje, maar het is niet van mij. En nee, dat is wel even wat anders. De ene, dat lust ik niet. En de andere heb ik nog nooit geproefd. En daar ga ik ook niet aan beginnen ook. Want ik bedoel, dat is ja, hetgene wat Mario is, weet ik veel, die eet ook geen vlees, et cetera. Wel ei, dat eet ze wel, maar geen vlees, geen kip. Vis weer wel, is in mijn ogen eigenlijk ook een vlees, want je eet toch weer een dier. Maar ja, dat eet ze weer wel. Ik weet het niet, ik begrijp het niet. Nee, maar dat is haar keuze. In ieder geval, ik ga even de meisjes uitlaten en ja, ik heb niet veel gedaan, eerlijk gezegd, want ik ben lang niet door in orde. Ik ben boos geweest op die raamfolie en dan zit hij nog niet goed, hè. Nee, hij zit nou weer ietsje pietsje lager dan die. Maar het is nou een schele die erop let. Maar ik zie het dus wel, maar dan moet je er, als je er gewoon zo naar kijkt, dan zie je het niet. Maar als je er echt op gaat letten, zie je het wel. Nou ja, je let er niet op als je er langs loopt. Nee. Maar ik zal jullie het laten zien. De linkerkant dus, hè. Waar de plantjes voor staan, die is vandaag 3 keer naar beneden gekomen. Ja, en ik zie een luchtbel. En die gaat omhoog. Zo. Daar krult hij nog om, dat puntje. En verder zie ik het niet. Ja, beneden ook ietsje zo te zien. Die zit weer goed, daar zat ook het puntje geen krom staan. Hou andersom. Zo. Maar hij blijft nou eindelijk eens een keertje goed zitten. Want ik heb hem nou weer omgedraaid, omdat hij niet goed zat. En dan zat scheef. En dan zat te hoog. Omdat ik gewoon te boos was en niet in orde was. Maar ik wil eigenlijk die vitrage wat lager hebben. En dat moet Willy maar voor me doen. Die moet naar beneden, want daar heb ik ook haakjes zitten. Op de balk onder die kleine raampjes. Dan moet hij daar naartoe. En ja, misschien dat ik het zelf ook wil doen, maar niet vandaag. Ik ben lang niet echt goed. Nee.
ben opgemaakt. Daar ben ik blij mee. Ja, en gisteren te veel gedaan en daarom heb ik vandaag helemaal niks gedaan. Nee, helemaal niks. Nop en jendo. Vanavond nog wel even een vlog in elkaar zetten, maar we hebben vanavond ook geen GTST, dus het komt helemaal goed. En dan wil ik even fatsoenlijke koffie bij hebben. Ja, dus we gaan eerst even de meisjes uitlaten en daarna neem ik hem mee hier naartoe. Moet in de keuken blijven, maar ja. Ik ga deze meisjes even uitlaten, maar het is een hele harde wind, dus ik denk dat het een korte blok wordt. Maar ja, als ze maar even gelopen hebben. Hé? Hey? Ja, mijn meisjes moeten even lopen, hè. Ja, hè. Oh, ze zijn zo lief. Ja, echt. Ik heb twee lieve meisjes. Hé? Twee lieve meisjes, hè. Ja, hè. Zijn jullie lief? Ja, hè. Zijn ze je aan het pesten, schat? Valt wel mee, hè. Ja, jullie liggen zo vaak met de buikjes bloot dat ik kan zien of jullie vlootjes hebben. Want ze gaan naar de warmste plekjes en dat is toch onder de okseltjes en in het nekje. Nou ja, bij jullie op het buikje is het zo te zien, want dat is ook een warm plekje. Hè? Ja. 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 Lekker ding. Ben je lief? Ben jij lief? Oh, meer kwispel met stuurtje. Ja. Je bent ook zo mooi, hè? Ben je een mooi hondje? Ja, hè? Ben je zo lief? Oeh, zo lief. En Rijka? Is ook Rijka lief? Rijka die denkt ook van... Hoe ze dat ene pootje hebt hangen. Legt dat nou werkelijk lekker? En ik denk dat die andere ook zo hangt. Ja, die heeft ze ook omhoog. Legt dat nou zo lekker? Ik ben normaal meisje. Dat legt toch niet echt lekker? Pootjes omhoog. Hier ook. Ja, legt toch niet lekker? Hé? Hey. Wijfie. Ja, mijn hoopje meisjes, hè. Hier, zulke lieve meisjes. Wie met mijn meisjes komen, nou, die hebben wel met een stok te maken. Echt wel. Die hebben we, die moeten maar uitkijken dan. Hé? Ja. Ja, hé. Ja. Dus dat dus. Nou ja, de kerstbal heb ik dus ook nog niet opgeruimd verder. Nee, omdat ik vandaag niks heb gedaan. Gisteren te veel gedaan en vandaag een rustdag. Ja, moet kunnen. Ja, en dat zei mijn lichaam ook van stop, niet verder. Nou ja, dan stop ik en dan ga ik ook niet verder. Nee. Maar in ieder geval, ik ga zelf naar de wc, dan ga ik me klaarmaken en dan ga ik lopen. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En voor straks smakelijk eten, bon appétit. Ik ga eerst op koffie, want eerder, ik moet koffie. Dat geef ik aan Mario mee. Ik geef ze in de wijkkast zetten van de kerk. Die heb, dat is van mijn kerk, de dominee die woont daar. En die... heeft een kast gemaakt voor de wijk. En als ze wat over hebben of het niet meer willen of niet lusten, wat dan ook, kunnen ze het in die kast zetten. Zolang het maar wel goed is, ja, dat het bruikbaar is. Nou ja, het gaat daar de kast in. Ik geef het maar heel mee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En geniet een beetje mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, natuurlijk al lang al de meisjes uitgelaten. Ik heb nou boodschappen gedaan. Ja, een tas vol en ik moet morgen weer, want ja, ik heb nog onder andere ook closetpapier nodig. Dus ja, dat heb ik mensen wel nodig, of niet dan? Maar hier ook een tas vol. Ja, er kon niet meer bij. Nee. Twee van deze zakken. Ja, dat heb ik mensen ook nodig. Zo. Waarom zit daar een vieze vlek? Zo. Dan moet het daar niet op leggen. Nee. Ga nou weer uit. Oh, houd je wel op. Nou ja.
Mijn wijn. Ja, ik ben al een paar weken op zoek naar mijn eigen wijn, maar daar maak ik al een hele andere wijn de vorige keer. Maar ik heb nou maar in een kartonnen pak. Normaal gaat wijn naar kartons maken, maar er staat hier ook geen alcoholpercentage op. Dus die jongen heeft het helemaal via zijn mobiel gedaan. Er moet alcohol in zitten. Dus ja, we wachten het maar af, hè. Ja, we wachten het maar af. En zo niet, als ik het niet lust, dan is de gootsteen er goed voor. Dat doe ik niet vaak, nee, want het kost geld. Maar ik heb ook een andere wijn weer mee, de glu. Ja, die lust ik wel, die is lekker. Dus dat kan ik ook nog. En dan heb ik nog een goudgele rakker. Ja. Dat is ook lekker. Die zijn lekker. Gaat de koelkast in. Voilà. Dit ga ik straks eten. Heb ik gewoon zin in. Ja. En die andere burger. Dit is kip. Van die kip. Van de kip. Ja. Chicken burger. Maar die andere. Cheeseburger. Die is duurder dan dit. Hoe dan? Dan zit dit net de goedkoper aan mij. Ja, nou, dat heb ook iedereen nodig. Althans, iedereen heeft zijn eigen manier met bakken. Ik had vroeger ook eerst pakjes, bak en braad, etc. Maar daar zit allemaal troep in verwerkt. Nou, dat wil je niet hebben. Nee. Huh? Ga ik daarbij? Nou, ik heb tenminste twee op voorraad. Nou. Ik had van de week rijst met witte bonen en tomatensaus met koulas, geloof ik, er doorheen. Ja. Ik heb nou een potje dit weer gekocht. Witte tomaten. Witte bonen en tomatensaus. Daar heb ik zo wel op. En uiteraard knabbeltjes, want de andere raakt ook op. Dus knabbeltjes. Ja. Nou, heb ik ook jaren niet meer gehad. Wil ik ook wel weer eens proeven, maar we gaan eerst met weekend aan de sprouten. Ja. En, dus, en dan heb ik mijn worteltjes. En dan heb ik twee pakken kaas, groen en rood. Dan heb ik nog twee. Pak de vleeswagen, dus kom ik niet even al mee door. Helemaal goed. En ja, dat is een beetje in elkaar gezakt. Dat was in de aanbieding, nou dat vind ik ook lekker. Stoofpeertjes met aardappelpuree. En weet ik van wat. Kan ik niet lezen. Nou, in ieder geval vlees erbij. En ik heb een pakje met schaalkipsnitzels. Er waren 2,95. En deze die was eerst 5,49 afgeprijsd naar 4,50. Even 4,50 naar 3,57. Ja, nou ja, toch mooi meegenomen, dacht ik zo, hè. Ja, echt wel. Oh. Huppata, jij, huppata, kan er net niet bij. En dan citronella voor het dweilen, voor het soppen. Poepel. Zo, die kun je daar al in. En dan nu. Dan nu, de koffie. Tweemaal. Wat ik zei, van DE, maar wel de goedkoopste genomen. Er waren ook kleine potjes, die waren verdorie nog duurder dan dit. Nou ja, hallo. Ja. Dus, geen kikkertje, helemaal kikkerloos. Ik heb het hele pot omgedraaid en gedaan en op die gouden stikken gekeken. Geen kikkertje. Kan je weer zegeltjes sparen, want dat staat er natuurlijk ook bij. Nou ja, wie doet je wat? Nou zal ik eerst straks een pot pakken waar ik die in kan legen. Dan spoel ik die om en dan
Ah, ik moet koffie hebben, zo simpel. Ja, toch? Ja. Tasjes leeg, lieve vrienden. Dus ja, die kan weer opgeruimd worden. Ja, toch? En ik kreeg al daar. En hoe komt, ik weet het niet. Weer last van mijn maag. En dan moet je ook weer hoesten. En van het hoesten kreeg ik weer hoofdpijn. En ik hoop nou dat ik rustig kan blijven. Ja, lekker een hapje eten zo meteen. Het gaat erin. Ja, toch? En ik heb dit eigenlijk aan Willy vergeten te vragen. En nou, het komt wel weer, ze komt maandag toch weer. En ik wou dit voor het raam ophangen. Maar dat gaat helaas niet. Ja, het gaat wel, maar dan hangt die te hoog. Nee, ik wil hem lager hebben. Dus ja, dan moet eigenlijk van een nieuw touwtje. Moet er een knoopje in. En dan maak ik er een langer touwtje. Wanneer ik het vat ervoor heb. Want ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. En ik heb het vat niet. Nee, maar het moet. Ja, want morgen staat er niks op YouTube ingepland. Dat moet wel. Ja. Maar ik ga eerst een bakje koffie doen. Doe ik gewoon eerst uit die pot. Want ik heb echt zin in een bakkie. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon vanavond. Gaan wij ook proberen, ondanks dat ik nergens zin in heb. Maar ik moet me een schop onder de kont geven. En ik moet eventjes terugbellen, want deze telefoon die staat te knipperen. Zag jullie het? Ja. Ja, dus ik moet die even terugbellen wie het is. Kan Karin geweest zijn, kan Meri geweest zijn, ik weet niet. Meestal Meri hoor. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Ja, doe dat gewoon. Ze zeggen tot later.